Ja. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Welkom. Goedemorgen. Welkom. Hoi, dankjewel hè. Ja. We zijn klaar weer. Welkom. Hoi. Goedemorgen. Hi. Nou, kijk, ik heb inderdaad wel iets met goede doelen. Ik denk, het zegt iets over mij. Waarom werk ik in de zorg? Waarom ben ik op zoek naar uitdagingen? Waarom wil ik mensen helpen? Dat is natuurlijk wel een rode draad in mijn leven. Ja, ja. 6000 meter omhoog, hè? Je kom je jezelf tegen, hè? Grenzen opzoeken. Nee, het was geen psychotherapeutische trip. Nee, zo ernstig was het niet. Nee. Je ziet overigens wel ja, dat mensen daar, nadat ze dat beklommen hebben, wel eens andere besluiten nemen in hun leven. Dat klopt wel. Dat heb ik niet gehad. Ja, voor mij is het wel een beetje het gevoel van het zuiden. Het gevoel van het zuiden, dat veel mensen vaak een vakantie opzoeken. En voor mij is dat hier, noem het Bartoli-gevoel, het gemoedelijke. Leuke, zwarte vivre, nou, dat vind ik hier. Als je goed kijkt, hè, er zitten bubbeltjes in. En dat komt, dat is de kalk, dat is de mergel. Dat is onze wijn. Dat is een echte Wum uit 2009. Ja. Een topper, goed jaar. Het leuke, het aangename, maar ook met het nuttige. Het niets doen, dat herken ik niet. Ik bedoel, hier wordt hard gewerkt. En er is natuurlijk heel veel meer dan alleen maar toerisme. Er is in deze regio cultuur. En wat dacht je van dienstverlening en onderwijs? Ik werk al 30 jaar in deze regio, in de zorg. En ik drink niet alleen al 30 jaar wijn.